Een lange tijd geleden waren er twee reuzen in het gebied genaamd de Nardinkland. En ze hielden van hun land. Ze wouden graag alles doen om hun land te beschermen. Ze hadden hiervoor haast en namen hiervoor zulke reusachtige stappen dat in iedere voetstap die ze maakten een nieuwe stad werd gebouwd. De ene reus liep en bam, Hilversum, Laren, Blaricum en Huizen werden gebouwd. De andere reus liep de andere kant op en bam, Schravenland, Bussum, Naarden en Muiden werden gebouwd. De reuzen waren tevreden en konden rusten. Deze steden zouden het land tussen de zeven tafelbergen beschermen. Dit was een verhaal dat mensen elkaar vertelden over de origine van het Gooi, maar natuurlijk is dat niet echt. Ik bedoel, reuzen? Steden die in één stap worden gebouwd? Bergen in Nederland? Dat is lariekoek. Hè? Ja, maar dat is geen berg, dat ding is hoogstens 30 meter. Oké, het is me dus opgevallen dat in het Gooi overal deze merkwaardige bergen staan. En ik begrijp er niks van. Deze dingen, die heten tafelberg omdat ze plat zijn aan de bovenkant, als een tafel. Het moet dus zijn geweest dat ze zijn gebouwd door mensen. Geloof het of niet, het Gooi, dit was allemaal vroeger Friesgebied. Alleen niet van het Friesland zoals we dat nu kennen. Vanaf Zeeland tot aan Denemarken, tot aan West-Engeland was er een gebied dat heette Magna Frisia. Groot Friesland. En de Friezen geloofden in het paganisme, het heidendom. Hetzelfde waar de vikingen in geloofden. Zoals Thor en Odin. Alleen heette Thor voor de Friezen Donar. Dat is waar het woord donder vandaan komt, want hij was daar de god van. En Odin heette Wodan. Dat is waar het woord woede vandaan komt, want hij was de god van de oorlog. Vermoedens zijn dus dat deze bergjes zijn gebouwd om deze goden te vereren. Ze zouden in het midden van deze berg een heilige boom planten. En op sommige speciale dagen zouden ze hierom feesten vieren. Nou weet ik het niet zeker, maar ik heb dus het idee dat hier een soort van primitieve vorm van kerst werd gevierd. Maar ja, na honderden jaren zijn de mensen hier overgestapt van het heidendom naar het christendom. Ze hadden niks meer aan deze bergen, dus ze werden ook niet meer gebruikt, toch? Ja, jij noemt allemaal tafelbergen. Dat vind ik wel leuk, want dat noemen meer mensen. Misschien zijn het ook allemaal wel tafelbergen, maar dit is dan de tafelberg in het Gooi. Wij staan op het hoogste puntje van Noord-Holland eigenlijk. Ofwel ook het hoogste puntje van het Gooi. Het is 39 meter hoog. Het is eigenlijk een nepberg. Hij is 3 jaar geleden opgeknapt, maar eigenlijk staan we hier op eeuwen oude grond. De berg is met de hand aangelegd, maar vaak zijn het wel op plekken geweest waar het al hoog was. Ze zijn ooit gemaakt als uitzichtpunt. Dus als je dan nog verder die kant op keek, het is nu helemaal dichtgegroeid met bos. Maar als je het bos wegdenkt, keek je echt tot Almere, Amsterdam, het Gooimeer, zo ver kon je kijken. En op de tafelberg zelf staan ook aanwijzingen welke plaatsen waar lagen, zeg maar. Dus een soort wegwijzers, dat zijn het eigenlijk nu. Als je ook verder hier de heide op kijkt, zie je hier beneden, loopt een pad rechtdoor. En dat pad, die loopt hier eigenlijk al 3-4 eeuwen lang. Vroeger kwamen de mensen uit Haarlem met de trekschuit naar Amsterdam. En weer met de trekschuit naar Naarden. En dan pakten ze de postkoets en dan gingen ze door. En vaak hielden ze hier hun paarden stil bij de herberg. En dan was het de tocht verder naar Utrecht. Maar dit waren een soort vuurtorens. Dus hierop werd hout gestookt in tijd dat het mistig was of dingen voor de schepen om te weten dat ze de wal in zicht was en dat ze ook bijna thuis waren. Maar hij werd ook gebruikt voor militaire doeleinden, want vanuit hier kon je natuurlijk fantastisch goed zien of er wat aankwam. Er waren hier heel veel schilders in die tijd en die vonden hier eigenlijk een soort walhalla. Dus die gingen in Blaricum in Laren wonen. En die hebben ontzettend veel schilderijen gemaakt van deze omgeving. Maar er is ook een schilderij gemaakt op deze berg. Dat is een soort tableau. Daarom heet die ook de Tafelberg. Dat is een soort tafel gemaakt van eigenlijk wat je allemaal ziet toen in als uitzicht. Maar deze plek heeft, ik denk, voor heel veel dingen een betekenis gehad. En nog steeds wel. Maar na hier een tijdje te hebben rondgewandeld, ben ik ook nog tot een andere realisatie gekomen. Het Gooi mag dan wel vol zitten met autowegen, boerenbedrijven en villa's. Maar het heeft ook wat van het mooiste natuurgebied wat Nederland te bieden heeft. En het heeft ook nog een rijke geschiedenis. En nu weet jij daar ook weer een beetje meer van.